De voetbalcompetitie Afrika Cup vond dit jaar voor de 10e keer plaats op het Laakveld. Ik kom uit Burundi. Afrikaanse Nederlanders kwamen uit voor 8 verschillende landen zoals Togo, Burundi, Rwanda, Niger en Egypte. Ik stel voor mijn collega Silio en ik heb vandaag gelukkig met Silio, Hassan en Bashir en Said ook met 5 hele goede jongen en knappe jongen ook. En wij gaan echt voorstellen voor hun. Er is met Silio. Ja, ik ben Silio. Ik werk voor Streetsport Den Haag. Ik werk eigenlijk door heel Den Haag. En vandaag ben ik door Bashir uitgenodigd om hier zo aan bij te dragen aan de Afrika Cup. Mijn naam is Hassan Berdane. Ik ben buurtsportcoach hier in Laak. Namens Streetsport Den Haag ben ik hier aanwezig. Ja, Bashir, Togolese vereniging. Dat is mijn collega. Said, ik ben van Togolese vereniging. En dit is onze achtste editie. En ik ben blij en ik hoop dat alles succes gaat. Ik ga vragen naar onze scheidsrechter. Hij is de tweede keer hier bij ons gekomen in Laakveld, in Den Haag. En vorige keer ook bij ons. Wij hebben gelukkig 3 scheidsrechter. Ik ben Kees Wendt en ben officieel scheidsrechter bij RKVV, een voetbalvereniging in Leidschendam. Wat is belangrijk hier om te komen vandaag? Nou, eerst vind ik het leuk om uitgenodigd te worden, omdat we 4 jaar geleden dus ook deze wedstrijd hebben gefloten. En het sfeertje is hier gewoon fantastisch. En vind jij die mensen is agressief of moeilijk of luisteren naar jou? Nee, ze zijn heel sportief. De fair play, de cup is er ook, dus dat is erg belangrijk. Er wordt niet altijd Nederlands gesproken. Ze kunnen het wel en op het veld niet. En daardoor krijg je wel eens een, denk ik wel eens een keer een sfeer. Niet goed begrijpen, sorry. Ja, ik denk inderdaad dat het is. En dat is denk ik juist wel belangrijk, ook voor die fair play. Verschillende landen, ook neutrale scheidsrechters. Dan zou het wel mooi zijn wanneer het toch een beetje een goede communicatie zou kunnen zijn. De ambassadeur van Rwanda vereerde het toernooi met een bezoek en zag dit schot in het doel belanden. My name is Jean-Pierre Karabaranga. I'm the ambassador of Rwanda in the Netherlands. And I'm happy to be here with you and for this gathering with Africans and the youth of Africa to be here in Europe and get together with sports. It's something very important for us Africans. Hij is Mr. de ambassadeur en hij is heel tevreden om hier te zijn. Dit is heel belangrijk voor de jeugd van Afrika om bij elkaar te komen op een hele sportieve wijze. Het is gewoon een superleuke dag. We moeten een beetje samenkomen, een beetje vriendelijk spelen en gewoon er komt het allemaal. Heb jij verloren of gewonnen? Nee, we hebben 2 keer gewonnen. In de laatste minuut hebben we gescoord. Dus gaat allemaal nog. 1 keer verloren? Nee, 2 keer gewonnen. Oh, mooi.